En de andere helft besteedt u aan voedsel voor uw honden en katten. Dus ik dacht, als u nou allemaal uw huisdieren wurgt, hè, dan kunnen alle Afrikanen een mobiele telefoon krijgen. Waarom lukt het niet de digitale kloof tussen arm en rijk te dichten? De Universiteit van Nederland presenteert internationaal communicatiewetenschapper Cees Hamelink. U hebt ongetwijfeld een mobiel telefoontje bij u en u wilt graag dat dat overal werkt. U hebt er ongetwijfeld ook WhatsApp op zitten. En dat wilt u ook graag gebruiken. Dat is ook heel handig, want dan weten we ook meteen wie al uw vrienden zijn. Dus dat moet u vooral doen. U wilt graag dat al uw apparaten overal werken. Dat lijkt heel voor de hand liggend, maar tot voor kort was dat nog een heel groot probleem. Daar moeten we met elkaar altijd afspraken over maken. Tot voor kort was het zo, als u naar New York ging en u kocht daar een prachtige videotape van Jane Fonda. Om thuis ook die oefeningen van haar te doen. En u stopte hem thuis in Amsterdam in uw videorecorder, dan kwam er echt niks van terecht. Ander systeem, pech gehad. Moest gestandaardiseerd worden. Daar hebben we heel veel tijd en aandacht aan besteed in de internationale politiek, om dat voor elkaar te krijgen. Dat uw schijfje DVD overal afgespeeld kon worden. Dat begonnen we eigenlijk voor het eerst te ontdekken in de 19e eeuw. Die ontdekking dat je moest standaardiseren komt eigenlijk uit het spoorwegsysteem. Want u weet waarschijnlijk nog wel dat in de 19e eeuw, of u hebt dat gehoord of ergens gelezen, de Europese landen verschillende rails hadden. Dus als je naar de grens van land A ging, dan moest je daar de trein uit en dan over de grens lopen en dan weer op een andere trein stappen met de andere rails. En datzelfde speelde zich ook af met de telegraaf. Een telegraafboodschap moest van het telegraafsysteem worden afgehaald, over de grens fysiek worden gedragen en kon dan weer verder worden gezonden. Lastig. Dus de internationale gemeenschap zei, daar moeten we wat op vinden. Bovendien bedacht men al heel erg snel dat er eigenlijk met een heel traditioneel communicatiemiddel, de post, iets heel merkwaardigs is. U koopt een postzegel in Amsterdam, die plakt u op een brief. Ja, als u tenminste nog weet wat dat is, want tegenwoordig moet je dat altijd even uitleggen. Een brief, dat is... En dan plakt hij dan een zegeltje op, moest je likken en zo. En dan werd die brief, want die wilde u graag naar Griekenland verzenden, die ging dan naar Griekenland. En dan in Griekenland moest een postbode die brief ergens afleveren. Wat een gek systeem. Want u hebt ervoor betaald in Nederland. Maar die postbode moet ook betaald krijgen. Dus je moest met elkaar afspraken maken over hoe die postbode ook een deel van die postzegel kreeg. Nou, daar zijn we sinds de 19e eeuw alsmaar mee bezig om te proberen op allerlei terreinen, telecommunicatie, tarieven, intellectueel eigendom, privacy, afspraken te maken. Nou, die privacyafspraken, dat is niet echt goed gelukt. Want we worden aan alle kanten afgeluisterd. En daar heeft het internationale recht dus eigenlijk kennelijk weinig over te zeggen. Maar die afspraken hebben we gemaakt. En een van de thema's die steeds weer terugkwam in al die discussies, in al die jaren, was de vraag, hoe lossen we de enorme ongelijkheid op die er in de wereld is? Wanneer het gaat om de toegang tot informatie en kennis, en het vermogen om te communiceren. En al in 1948 zegt de Verenigde Naties, er is eigenlijk in de wereld sprake van informatiearmoede. En er is sprake van informatierijkdom. Er is een enorme tegenstelling tussen informatierijken en informatiearmen. En wat moeten we daaraan doen? En jarenlang wordt daarover vergaderd, er wordt van alles geprobeerd. Maar die tegenstelling schijnt bijna onoplosbaar te zijn. En net als hij een beetje opgelost was, dan ontwikkelde de techniek zich weer verder. En dan waren degenen die achter waren toch weer achter. Want zo gaat dat nu eenmaal in de techniek. Dat is een dynamisch verschijnsel. En laten we zeggen dat u hebt internet 1.0 en dat heb ik niet. Dus ik moet inhalen, want ik ben nu informatiearm. En ik ga proberen dat in te halen. En tegen de tijd dat ik het heb ingehaald, hebt u alweer internet 2.0. Goede kans dat ik altijd achterop. Dus wat we ook probeerden, dat lukte niet. Totdat ineens, in de 80er en 90er jaren, de digitale technologie kwam. En de computernetwerken kwamen. En toen dachten we met elkaar, nu wordt het probleem opgelost.
heilig geloof in de enorme mogelijkheden van de nieuwe technologie. En degene die dat naar mijn smaak het beste heeft verwoord, was de vicepresident onder Bill Clinton, Al Gore. Al Gore hield daar prachtige toespraken over. Die gingen ongeveer als volgt. Once we have the mother of all networks, once everyone is hooked into a worldwide information highway, there will no longer be poverty. There will no longer be unemployment. There will no longer be environmental degradation. And we will finally have Athenian democracy. Prachtige speech. Tranen in mijn ogen. Volstrekt mee oneens, maar toch heel erg ontroerd. En ik weet uit eigen ervaring dat die speech zo goed was. Want ik heb het ongelukkige meegemaakt dat ik had toegestemd om met Al Gore een college tour te doen in de Verenigde Staten. En hij zou dan eerst uitleggen wat er allemaal gaat gebeuren met die prachtige computertechnologie. En dan mocht die chagrijn uit Holland, die Calvinist, mocht het spel bederven door te zeggen, nou, ik geloof er helemaal niks van. Nou, dat had ik dus niet moeten doen. Want tijdens Al Gore was iedereen in een grote mate van enthousiasme, euforie, want dit is prachtig. He, grote wereldproblemen van armoede, van ongelijkheid, van milieuproblemen. En het enige wat je hoeft te doen, iedereen een computer geven. In een groot netwerk. Alles opgelost. Heerlijk. En we houden allemaal graag van simpele oplossingen. Dus de zaal liep snel leeg wanneer ik daarna zei, nou, ik geloof dat meneer Gore niet helemaal goed heeft begrepen. Ik kwam meestal niet verder dan te zeggen, nou, het is wel heel erg opvallend dat meneer Gore verwijst naar Athenian democracy. Want ik weet niet of je zich realiseert dat in het Athene, waar dan die democratie zou zijn, maar heel weinig mensen aan die democratie deelnamen. Minder dan 10% van de bevolking in Athene nam deel aan die democratische besluitvorming. En de slaven natuurlijk deden niet mee, en de vreemdelingen deden niet mee, de migranten deden niet mee, de vrouwen deden natuurlijk niet mee. Dus dat was een heel merkwaardig soort van democratie. En het zou kunnen zijn dat ook die internetdemocratie eigenlijk een beetje lijkt op datgene wat in Athene gebeurt. De vraag is natuurlijk echt heel serieus. Als we wereldwijd meer mensen toegang zouden kunnen geven tot die nieuwe technologie, en er zou een grotere gelijkheid ontstaan in toegang tot die technologie, laten we even optimistisch zijn en laten we even zeggen, we hebben daar ook het geld voor. Er is nu weer een nieuw plan van Google en Facebook om met drones, die op grote hoogte, waar ze zonne-energie kunnen gebruiken, het mobiele internet gaan uitbreiden. Maar ook Zuckerman, de man van Facebook, heeft al gezegd dat het zal wel moeten betekenen dat we het internet veel goedkoper maken. En dat is nog maar de vraag, want als je een paar miljard mensen die moeten leven van $1 of $2 per dag wilt laten deelnemen aan het internet, dan moet de prijs wel heel erg omlaag. Nou, kan ik u daar een voorbeeld geven van waar u aan moet denken? Ik heb ooit een vlaag van verstandsverbijstering voor de Internationale Telecommunicatie-Unie een studie gedaan naar hoeveel zou het kosten als je iedereen in de wereld of een telefoon zou willen geven of een telefoon op loopafstand of een mobieltje. En als je alle scholen in de wereld een internetaansluiting zou willen geven. En het bedrag wat daaruit rolde was ongeveer $80 miljard. Die zou je 10 jaar lang moeten investeren en dan zou er een zekere mate van gelijkheid ontstaan. Nou, dat vond dus niemand interessant, want dat was veel te veel geld. Toch hadden we het probleem kunnen oplossen, want op het moment dat mensen zeggen, ja, maar 80 miljard, dat is wel heel veel geld, dan ga ik meteen zitten denken, waar zou je dat mee moeten vergelijken? En ik vond een hele leuke vergelijking. En ik denk dat we daarmee het probleem van die ongelijkheid grandioos kunnen oplossen. Van die 80 miljard is de helft 40 besteden we aan ijsjes eten in de wereld. Nou, dat moet u toch met elkaar gemakkelijk kunnen opgeven, niet? En de andere helft besteedt u aan voedsel voor uw honden en katten. Dus ik dacht, als u nou allemaal uw huisdieren wurgt, dan kunnen alle Afrikanen een mobiele telefoon krijgen. Zo liggen de verhoudingen in de wereld. Nou, dat wordt dus allemaal niks. Maar de veel interessantere vraag is, zelfs als je het probleem zou kunnen oplossen.
Zelfs als iedereen op grotere schaal die toegang zou hebben tot het internet en tot die moderne technologie. Zou dat wezenlijk in onze maatschappelijke verhoudingen iets veranderen? Zou dat werkelijk leiden tot een grotere maatschappelijke gelijkheid? Er zijn mensen die daar heftig in geloven en ik kan ook niet voorspellen dat het anders is. Ik kan alleen verwijzen naar de geschiedenis. En dat in ieder geval de fantastische uitvinding van de drukpers er niet toe heeft geleid dat maatschappelijke verhoudingen radicaal veranderden. De piramide van de macht laat zich niet gemakkelijk ondersteboven keren. En dat zou een werkelijke revolutie zijn, als die technologie daarvoor zou kunnen zorgen. Ik denk dat dat niet het geval is. Ik denk dat het eerder het geval is dat die verhoudingen gewoon blijven zoals ze zijn. De losers blijven gewoon de losers. En die worden in de 21ste eeuw digitale losers. En kinderen, ook al geef je ze, dat wilde ik u ook graag nog even laten zien, die prachtige gifgroene computer, die Nick Negroponte, daar hebt u hem, van het MIT heeft ontwikkeld. Een heel eenvoudige computer die geen energie nodig heeft. Hij werkt gewoon als een wekker. Kost $100. Het enige wat wel grappig was in de discussie met Negroponte bleek dat hij niet precies wist hoeveel... Elk kind moest zo'n ding hebben, zei hij. En toen ik zei, nou, dat $100, dat is toch wel veel geld. Want weet je eigenlijk wel hoeveel kinderen er in de derde wereld zijn? Dat zijn er waarschijnlijk wel 2 miljard. Als je dat nou vermenigvuldigt met die 100, wil ik nog wel eens zien waar dat geld vandaan komt. Dus voorlopig is het nog een groot probleem. Maar de vraag is natuurlijk of ook als die kinderen die computers zouden krijgen, of dat hun werkelijke probleem, het werkelijk probleem van die kinderen is natuurlijk toch gewoon schoon drinkwater. Of dat ook opgelost wordt. Want wilt u even met mij buitengewoon gedeprimeerd raken? Van de gedachte dat van, nee liever niet, hè, mevrouw het moet echt even hoor. Vandaag zijn er weer 33.000 kinderen volstrekt overbodig doodgegaan in arme landen. Door gebrek aan schoon drinkwater. En dat was gisteren ook zo. En dat is morgen weer zo. Dat is elke dag van het jaar. Dat houdt gewoon niet op. Nou, dacht ik vanmiddag even misschien dat het toch, het klinkt een beetje cynisch. Maar als al die kinderen nou in ieder geval een mobiele telefoon hadden, zouden ze toch vlak voordat ze doodgingen nog even een selfie kunnen maken. Niet? En dat mooi op Facebook zetten, want reken maar dat ze dan heel veel vrienden zouden krijgen. Ik denk dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat die nieuwe technologieën en de netwerken niet zo vreselijk veel opleveren voor gewone mensen. Maar wel heel veel opleveren voor anderen die daar belang bij hebben. Want u weet natuurlijk allemaal al lang dat Facebook, wat u er verder ook van mogen vinden, wel een godsgeschenk is voor de geheime diensten in de wereld. Eindelijk weten ze precies met wie u het doet. Dat hebben ze altijd zo graag willen weten. Dat is lastig. En nou ineens geven mensen al die gegevens gratis weg. Is toch heerlijk? En met uw mobiele telefoon bent u volstrekt traceerbaar. We weten voortdurend waar u bent. Dus voor inlichtingendiensten en voor geheime diensten is die nieuwe technologie echt heel erg vreugdevol. Die hebben daar echt lang op zitten wachten en maken daar ook graag gebruik van. Ik denk bovendien dat die nieuwe technologieën ook nog iets anders doen. Die creëren grotere publieken voor de leugenaars in onze wereld. Wij worden omringd, vooral in de politiek, door leugenaars. Die hun leugens zo knap weten te verpakken omdat ze de hulp hebben van zogenaamde spindokters, van propagandisten. En ik denk dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat in plaats van een grotere maatschappelijke gelijkheid te creëren, er een terrein wordt gecreëerd waar de spindokters en de propagandisten heel veel plezier aan beleven. En ik wilde graag in het volgende college daarop ingaan, op die vraag, hoe worden wij voorgelogen? Door wie? En wat zouden we daaraan kunnen doen?